Oh ja, Robby, dit heb ik ook nog allemaal aangepast. Oh, wauw. Als mensen hier naartoe komen, dan hopelijk krijgen ze dan iets meer energie vanwege alle speciale torches die ik heb geplaatst. Oh, mooi. We gaan naar vriend Dr. Kenzie. Dr. Kenzie, ja. Bravo. Wat gebeurt hier? Oh. Oh, dat... Dit klinkt wel gezellig. Hallo? Storen wij? Dr. Kenzie? Oh, kip mevrouw? Ze spreken een andere taal, denk ik. Hallo? Jongens, excuses, een klein ogenblikje, Oké, volgens mij krijgt hij weer een reet of zo. Hallo, ik mevrouw, hallo Kenzie. Hallo, Robby. Hallo. Jullie zijn lekker aan het vissen. Hallo, Pinguin. Het is goed dat je het zegt, want daarom ben ik hier. Wacht even. Kunnen we misschien even plaatsnemen in jouw dokters kantoor? Jazeker, dat kan. Oké. Okay. Hallo, Mahmoud. Hallo. Heb je het een beetje overleefd? Robby. Wat? Heb je het overleefd? Bijna niet. Bijna niet? We zijn helemaal gek. Oh nee, wil je... Kenzie! Kom veilig met ons mee. Hallo. Die vrouw die jouw daddy noemt is helemaal gek geworden, man. Die wat? Oh nee. Dat die vrouw die jouw daddy noemt is helemaal gek geworden. Ja, dat weet ik. Ze gaat met Link trouwen. Wat denk jij dan? Ja, dat is wel Link cool. En ze wilde mijn hoofd afhakken. Oké. Ze is wat? Ze wilde mijn hoofd afhakken. Wat? Ze wilde mijn hoofd afhakken? Ja. Alleen als ik al denk aan België. Ze wilde... Oh, nee. Robby, door ze wil... Oh, Robby, Robby, oh. Oh. Sorry. Ze wil... Dank ze wil kentje. Hoofd geven aan Honky. Ze wil mijn hoofd afhakken en dan serveren aan Honky. Oh. We willen jou wel helpen. Ja, Robbyland... Zou je helpen hoor. Je bent hier veilig, ja, maar dit is nieuw Rusland. Ik ben nog steeds bang, ze was hier net. Ja, nee, dat snap ik. Kom je even met ons mee dan, veilig? Hé, wat, is die andere ingang helemaal weg? Ja. Ik heb nu een sleutel. Ik zal de deur voor jullie open doen, hier aan de zijkant, als jullie niet op tijd binnen zijn. Oké. Ik doe de deur open, jongens, aan de zijkant. Ik doe de deur dicht. Oh, deze deur. Oké. Wauw. Wat gaaf. Zo mooi hier. Oké, nou, Robby, jij had iets te vertellen. Ik zou zeggen, neem plaats achter het bureau. Xion heeft iets te vragen. Oh, nou, Xion, neem plek achter het bureau. Ik moet aan deze... Ik dacht dat ik aan deze kant... Oh. Nee, ogenblik. Ik moest heel even de deur open doen. Hallo, daar skip maar gewoon. Er is hier een gevaarlijk gat. Xion. Ja. In IRL moet je je schoenen uitdoen, maar als je bij iemand anders bent, moet je wel je kleren uitdoen. Ja. Oké, dan neem ik op plek hier. Daar zijn Mahmoud en Becky. Becky? Wat is hier gaande? We hadden bezoek. Mahmoud, ga achter mij staan. We hadden bezoek, maar ik hoor hele rare dingen, Nooksie. Wat? Nou, zoals je ziet, Mahmoud, zie hoe bang die man is. Nee, dit... Afstand. Je wil het gebruiken, Nooksie. Oké, ik ga het uitleggen. Ze mag mij niet zien. Ik heb een menu gemaakt voor een date van Honky en Emma. Hier kun je het lezen. Emma op date met Honky? Op date met Emma? Oh, nee. Oh, nee, Robby. Ik ben te laat. Ja, dat dus. En hij dacht dat hoofdgerecht... de rest kun je zelf invullen. Robby. Ja. Maar hier kwam ik eigenlijk even... Vandaag moeten we Emma vinden, want anders dan ben je te laat. Ja, okay. Ik heb er geen dicht bij. Ja, oké. Ja. Weet jij wat een hoofdgerecht is? Ja, dat je hoofd wil geven en dat je hoofd wil serveren aan iemand. Oké, maar goed, ik ga het je heel even uitleggen. Mm. Als jij in een restaurant gaat eten, hè, zo'n heel mooi restaurant... Ja. Krijg je eerst het eerste bordje, dan krijg je een lekkere wortel, hè?
Ja, ja, zo, een hele wortel. En dat noemen ze een voorgerecht. Okay. En dat is voordat je het echte lekkere eten krijgt. En daarna komt het echte lekkere eten. Weet je, dat vlees met frietjes en saus. En kijk, dat is dit. Oh, en sorry, maar wat is friet trouwens? Oké, dan krijg je gefrituurde aardappelstukjes. Ja, vroeger noemden wij het altijd patates frites. Patates frites, ja. En dat noemen ze in een restaurant een hoofdgerecht. Omdat dat het belangrijkste gerecht is. Waarom kijkt Robbie me aan met die... Hoe is het vlees? Alles het vlees in de hoofdgerecht is ja, gewoon omdat, van de hoofd. En dat Mammoet dacht dat, die, ja, dat jij hem zou hoofd, vermoorden. Het is gewoon het lekkerste eten wat er is. Dat is waar je voor gaat. Dat noemen ze het hoofd. De main dish noemen ze dat ook wel eens. Dus er gebeurt niks met je hoofd. Dus patat met mensenhoofdvlees. Nee, ik heb het... En zo ging het nogal even door. Mahmoud begreep gewoon niet wat een hoofdgerecht was. Nou, dat soort dingen gebeuren wel eens. En we moesten toch weten of Kenzie mij kon helpen. Want voor pinguïn uitgemaakt worden is natuurlijk niet zo handig. Helemaal met de informatie die ik bij me meedraag. Okay, hebt, nou, Bobby, waar kan ik jullie mee helpen? Wij zijn vrienden, hè? Ja, dat klopt. Oké, maar ik weet dat jij denkt dat hij een pinguïn is. Nou, dat probeerden ze ons wijs te maken, maar ik heb die persoon ook geholpen in het ziekenhuis. Ja. Het is alleen als er 10 man om hem heen staan die roepen het is een pinguïn en ze hebben allemaal grote zwaarden. Ik ben maar een dokter, ik ben geen strijder. Nee, dus dan blijf ik gewoon aan de zijkant staan. No offense naar jou, maar dan kies ik voor mijn eigen hakje. Ja, nou heb ik vernomen van mijn compagnon dat Linktijger heeft geaccepteerd dat hij geen pinguïn is. Ja. Hij is ook geen pinguïn. Nee. Nou is het zo. Hij is wel een pinguïn. Nou is het zo dat ik gehoord heb dat er een... Oké, niet ruzie maken, kom op. Nou heb ik gehoord dat er een oplossing is om Ixion terug te veranderen in zijn normale staat. Mm-hmm. Maar daar hebben we een drankje voor nodig. Misschien... Wat voor een drankje? Ja, ik dacht eigenlijk eerst misschien iets van een toverdrankje, maar misschien heb jij wel een medicijnendrankje dat mij kan helpen? Ja. Nou, mijn medicijnendrankjes die komen van Toverland. Zijn jullie daar bekend mee? Oh. Nee. Nou ja, ik hoorde iets over een heks. Alleen, ja, klopt. Ik heb haar nog nooit gezien eigenlijk. Maar daar kan ik je aan introduceren, want als er iemand is in deze wereld wat iets weet van drankjes, dan is zij het. Ook jou, Robby, kan ik jullie een keer naar het huis van deze heks brengen. Ja. Want zij is ook degene die wat mij in het ziekenhuis voorziet van alle drankjes. Oké. Okay. Weet jij ook hoe deze persoon heet? Ja, ze heet Lotje. Lotje. Oké. Okay. Een hele aardige heks. Lotje. Opgeslagen. Ik zal eens even kijken of ze thuis is. Dat blijf ik ook nog steeds vreemd vinden. Ja, of ja. Ga jij trouwens België joinen? Ja. Oh, daar wil ik het nou de hele tijd over hebben, maar dat komt zo. België. Oh, Robby, nee. Huh? Robby. Als ik aan België denk, dan sta ik op hol. Oké, sorry. Maar Dr. Kenzie, ja. Jullie mogen er in principe wel bij zijn. Ik ga hier even tussenin. Oké. Ga jij wat vertellen? Oké. Okay. Oh. Ga jullie papa? Gewoon tussen door ons heen? Oh, ik dacht dat jullie klaar waren. Nee, oké, ga je gang. Waren jullie klaar of nog niet? Heb je popcorn? Is je? Lieve papa. Kijk, het is natuurlijk vaak logisch dat... Kijk, ik heb hier al een tijdje gewoond. Want zeg maar, ja, ik woon al bij mijn ouders. Ik weet nog steeds niet wie mijn moeder is, maar dat... En nu weet je dat ik dus met Link uit België ga trouwen. Mm-hmm. En ik vind het heel moeilijk om te vertellen. Want ik heb heel veel lol tijd gehad hier. Natuurlijk bij de ouders thuis. Het is wat goedkoper en het is wat minder zelfstandig, weet je. Ik kreeg altijd wat eten en zo. Maar het is tijd dat ik zelfstandiger word. En dat ik samen met Link... Na de bruiloft met Link gaan wonen. In België. Maar ik zal wel... Sorry. Ik zal wel heel vaak nog hier zijn.
Oké. Nou, heel eerlijk, toen je zei dat je met Link ging trouwen, verwachtte ik dit al. Ja. En bedoel, het is niet logisch als je met een man gaat trouwen en je woont aan de andere kant van de provincie. Ja, nee, precies. Ja. Dus, ik vind het wel heel moeilijk, want ik heb je altijd wel heel veel lol met jou. Ja, maar ik heb je gezegd, je bent altijd welkom. Natuurlijk, ik vind het een vreemde keuze dat je dat Link juist degene is wat jou... Je weet dat Link en ik hebben een verleden. Ja, nee, maar ik zorg ervoor dat hij jou in bescherming neemt. Hoe kun je houden van een man die wat mensen vermoordt, Noxie? Het is zijn innerlijk. Dat kan gewoon. Het is zijn innerlijk en zijn uiterlijk. Het klopt allemaal. En ik weet dat hij vroeger dingen fout heeft gedaan, maar sinds dat hij mij heeft ontmoet, heeft hij niks meer fout gedaan. Ja. En dat zal ik ook zeker doen. En als jij na de bruiloft met Link wil samenwonen, moet je dat zeer zeker doen. Ja, dankjewel. Dankjewel voor de toestemming. Je bent hier ook altijd welkom, dat weet je. Ja. Ik moet een beetje huilen. Nee, ik moet ook een beetje huilen. Oh nee, dan moet ik ook huilen. Wacht even, Robby heeft zijn grapmodus weer aan hoor. Wacht even, ik doe even grapjesmodus uitschakelen. 2, op 4, 7, 3, 8. Oké, zo. Ja. Ja. Ik wist oprecht tot een paar dagen geleden niet dat ik een dochter had. Ja. Dus, het is voor mij heel vreemd om in één keer om dit te accepteren. Ik bedoel, is er zelfs een DNA-test gedaan of niet? Een DNA-test. Wacht even. Ik ben bezig met een laboratorium, maar daar ga ik ook DNA-testen uitvoeren. Misschien dat ik dat dan wel kan regelen. Oké. Ja. Misschien kun je samenwerken met Becky, want zij is ook een lab aan het oprichten. Oh. Oh jee. Oh, cool. Ja, bij het ziekenhuis. Daar ga ik wel even kijken. Ja, En dan zou ik een keer met Becky overleggen. Kijken of er misschien wat overeenkomsten zijn of niet. Ja, ik ben heel benieuwd. Maar ja, ik zou eigenlijk wel dat DNA-testje willen doen. En ik hoop wel... Maar stel het is niet zo. Wil je me dan adopteren? Nou, zullen we eerst eens wachten wat uit die DNA-test komt? Ik denk dat dat belangrijk is. Ja, dat vind ik goed. Oké, nou dan is dat... Ja... Wanneer kan ik langskomen voor dat... kunnen we langskomen voor dat lab? Ja, ik zal toch heel snel moeten gaan werken dan aan het lab. Maar ik hoop donderdag of vrijdag misschien. In de volgende aflevering van het verhaal van Ixion. Robby draagt een gedicht voor Emma. Alleen dat liep niet helemaal goed af. Oh. Kun je nog kan? Honky, jij zou hem vermoorden. Robby, stop! Honky, snel! Stop! Robby! Stop! En is mijn lab klaar voor de DNA-test van Noxie en Kenzie?